Hey mensen van Action Ring Games, ik ben Damien en vandaag speel ik Voetbalmanager 2012. I'm sexy and I know it. Dus ik ga vandaag wat Voetbalmanager spelen. Zoals jullie zien heb ik de club Vitesse gekozen. Ik ben niet echt een fan van Vitesse, ik kijk ook niet meer zo vaak voetbal. Maar Vitesse is wel een coole club om mee te beginnen, want Chelsea is een vriend, dus ik hou van maatjes. Even kijken. Dit wordt eigenlijk niet echt zo'n boeiende episode, want het is de eerste. We gaan natuurlijk een beetje kennis maken zo. En ja, Wilfried. Hij is baas. Verslag Wilfried. Spits. Oeh, hoe oud is die bitch? Ach. Oh, ik moet wel mensen scouten, verkopen. Kwalificatie Europa Cup. Ik kan ook voor de Champions League gaan. Nee, ik doe de Europa Cup, want dan heb ik minder stress aan mijn hoofd. Bevestigen. Ga maar zo naar selectie toe. Dus Vitesse. Ik ken best wel weinig mensen van de club. Het is wel een vette club, weet ik zeker. Ik ga gewoon even mijn hele club bekijken. Tactiek instellen. Oké. Vragen. Ziet er goed uit. Ik weet niet precies of dit. We doen dit. Hij gaat hier. Eentje gaat hier. Eentje gaat hier. Twee daar. Dan hebben we een 4-3-3. Opslaan, we noemen het. Vitesse. Aanvallend. Nou. Moet ik even kijken. Veldhuis op doel sowieso. Hij is echt een held. Wilfried in de spits. Teamverslag. Ups. Ja, Veldhuis op doel. En spits. Nicky Hofs en Davila. Doe ik Hofs. Dat ken ik nog. Gewoon. Bom. Dus Nicky Hofs daar. Wilfried daar. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek hoor. Is allemaal wel. Verdedigen. Dynamisch. Je moet nog even naar kijken. Ik ga waarschijnlijk wel alles skippen tot aan het begin van het seizoen. Dus de beginwedstrijden zo. Zal de voorbereiding zal wel overslaan. Dat is niet echt zo boeiend. Ik heb al een lijstje spelers die ik misschien zou kunnen aantrekken. En ik kan natuurlijk misschien ook nog voor Chelsea wat spelers lenen. Dat zal te gek zijn. Even nog. Dan gaat Chanturia. Dit ziet er al goed uit.
Van der Heijden en Annan op het middenveld. Gehuurd van Schalke. Misschien moet ik hem kopen. Kasia en Piroja. sorry. Maakt wel goede centrale verdediging. Aanholte en Yasuda. Nou, dit zou... Oh, Veldhuis bijna vergeten. Een van de meest onderschatte keepers. Nou, dit wordt mijn winnende team. Dat voel ik nu al aan. Nog wat. Is hij goed? Oh, even meteen een contract geven. Nee. 3. Zo. Kan ik ook nog wel veroorloven. Nou. We hebben dit. Dus... teaminstructies. Nou, we zien nog wel wat alles gaat worden. Even doorgaan hoor. Even een slokje water nemen. Ik heb een wedstrijd. Zit ik niet bij. Waarom laat ze dat zien, bro? Ja. Vertrouwen. Ik snap met alles normaal. Dus het komt wel goed. Ja. Ja. Dit is dan het einde van deze aflevering. Ik ga nog een episode doen over transfernieuws en zo. En daarna komt de derde episode en dan gaan we echt beginnen met het seizoen. Dus jongens, peace.